Bij vanavond sessie. Dit is een decolonial learning session van Arales. En ik zal vanavond jullie host zijn. Mijn naam is Chihiro. Heel fijn om jullie te zien. Voor de mensen die live aanschuiven. En ook mensen die dit later op YouTube bekijken. Welkom. Vanuit Arales, een decoloniale stichting. Die we in 2020 zijn begonnen. Organiseren we elke maand een decolonial learning session. Om langzaam aan te bouwen naar groeiende, verdiepende kennis en gemeenschap. En vanavond zullen we duiken in een nieuw framework waar we aan werken als Arales, wat we heel graag met jullie willen delen. En daarvoor is Pravini Babudam, de initiatiefnemer van dit framework, met ons. En eigenlijk ook op een heel belangrijk moment, 4 mei. We hebben net, zelf zijn we nu net begonnen met 2 minuten stilte. Maar eigenlijk vraagt die 2 minuten stilte ook voor een grotere herdenking en historisch besef van op wat voor manier we hier eigenlijk in Nederland stilstaan bij geschiedenis of niet stilstaan bij geschiedenis. Daarvoor zijn we natuurlijk een decoloniaal collectief om dat door te lichten. En dat komt eigenlijk ook alweer op zijn manier terug in het onderwerp van vanavond, herstel. Genoeg gepraat. Ik nodig graag onze spreker uit, Pravini Babudam. Ik denk dat ik corrigeer mezelf. Ik heb je heel lang verkeerd je naam uitgesproken en ik ben pas net geattendeerd op de juiste uitspraak. Dus bij deze, I'm catching it. Pravini Babudam, we kennen hier, eigenlijk denk iedereen in deze call kent je als filmmaker, community organizer die ook het initiatiefnemer was van Tetteri moet opstaan. Een initiatief om eigenlijk een koloniaal standbeeld in Suriname te vervangen met een standbeeld van een vrijheidsstrijder. En onze herinnering daarin ook echt aan te passen van wie we eren, wie we herinneren. Ook initiatiefnemer van Holy is geen house party. Wat vooral heel erg heeft bijgedragen aan bredere bewustzijn. Hoe culturele kaping plaatsvindt, ook in Nederland. Met het Hindoestaanse feest, het lentefeest. Wat wordt gekaapt voor hele andere doeleinden op houseparties. Wat heel erg heeft bijgedragen aan gemeenschap ook bij elkaar brengen. En samen expressie daaraan geven. En natuurlijk van Pravini's film The Uprising. Van alle drie zal ik zo direct in de chat ook nog wat links delen voor mensen die deze geweldige initiatieven nog niet kennen. Ik ben super blij dat je bij ons bent om ons te inspireren. En please tell us more over het framework herstel. Yes, dankjewel Shihiro voor de introductie. En goedenavond iedereen. Ik wil nog eventjes benoemen dat Holy is geen house party. Ik mede-initiatiefnemer was, dus nog even een shout-out naar Shivani Jagroep en Privish Hanuman, die dat samen met mij hebben gedaan. Heel fijn dat ik hier vanavond het herstelframework mag introduceren. Ik zal even mijn scherm delen, dan kan ik meteen erin duiken. Even een check of jullie mijn scherm kunnen zien, fullscreen. Volgens mij gaat dat goed. Ja, cool. Oké, ik wil eerst even beginnen met het schetsen van de context. Hoe ben ik eigenlijk op dit concept gekomen? Want niks komt natuurlijk zomaar tot je. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande waar iedereen natuurlijk zich over buigt. En die wil ik even schetsen.
Begin even met de context. Wat hebben we de afgelopen jaren nu gezien als het gaat om sociale strijd en met name op vraagstukken omtrent antiracisme en decolonisatie specifiek? Dan zie je dat we eigenlijk komen van een erfenis van doelgroepenbeleid. Ja, dus veel gemeenschappen zijn gefocust op hun eigen gemeenschappen. En dat is ook heel logisch en heel goed, want dat is ook waar je wilt beginnen om te werken aan bewustwording, aan empowerment, aan zelfvertrouwen, aan een positief zelfbeeld, aan verbinding onderling. De vraag is wel in hoeverre die verschillende gemeenschappen ook met elkaar die verbindingen leggen. Hè? En of daar niet ook een stukje verdeel en heers aan ten grondslag heeft gelegen, waardoor we soms tegen elkaar strijden in plaats van met elkaar. Dus dat is iets waar we denk ik alert op moeten zijn en waarvan ik denk dat we daar een slag nog kunnen maken. Iets wat ook heel erg de afgelopen jaren opkomt is cancel culture. En ik moet mezelf corrigeren, het is niet iets wat de laatste jaren opkomt. Het is er altijd al geweest, hè, vanuit de gevestigde orde. Maar de narrative omtrent cancel culture wordt nu heel erg verbonden aan een activistisch geluid wat eigenlijk alles wat niet als rechtvaardig wordt gezien wilt cancelen. En in zekere zin is dat natuurlijk wel een beweging die gaande is. Vanuit het idee om rechtvaardigheid te bewerkstelligen. De vraag is eventjes in hoeverre is dat ook echt een constructieve approach voor de lange termijn. Waarom zeg ik dat? Omdat één, cancel culture de vraag echt oproept wie bepaalt. Wie bepaalt wat problematisch is? Waar ligt de grens? En op het moment dat je mensen cancelt, loop je misschien ook het risico dat de mensen die echt willen groeien, eigenlijk niet meer de kans krijgen om meegenomen te worden in een proces van bewustzijn en uiteindelijk verandering. Dus dat is een valkuil, denk ik, waar we alert op moeten zijn. De reden waarom ik cancel culture noem, is omdat de focus vanuit cancel culture heel erg is gericht op strijden tegen. Dus waar ben je tegen? En dat moet je cancelen. Dus dat is eigenlijk de kern. En de shift die ik eigenlijk wil maken met herstel is, waar strijden we nou voor? Maar daar kom ik zo meteen op. Een andere ontwikkeling die we de laatste tijd zien, is dat er een mainstream bewustzijn begint te ontstaan omtrent kolonialisme, koloniale schade. Ik denk dat Black Lives Matter daar ook een belangrijke bijdrage in heeft geleverd, hè, om het ook echt mainstream te krijgen. Institutioneel racisme is nu gewoon een begrip wat ook mainstream geaccepteerd wordt. En wat je ziet is dat er dus een bereidheid is om daar iets mee te doen, maar mensen nog niet weten hoe ze dat kunnen doen. Hoe kan je nou racisme bestrijden? Hoe kan je nu decoloniseren? Dus er is wel potentie, maar dus, mensen weten wel wat ze willen doen, maar weten nog niet hoe ze dat moeten doen. En tot slot, vanuit de bereidheid, maar nog geen strategieën, de dingen die worden gedaan zijn vaak vanuit de language van de colonizer. En daarmee bedoel ik dat heel veel oplossingen en strategieën die nu worden geformuleerd, vallen eigenlijk binnen de kaders van de gevestigde orde. En ook zijn geformuleerd vanuit de lens van de kolonisator. Denk maar aan heel veel initiatieven omtrent diversiteit en inclusie. Dan gaat het toch heel vaak over inclusie binnen eigenlijk de gevestigde orde. Maar er worden niet heel veel vraagtekens gesteld over de voorwaarden die worden gesteld om geïncludeerd te worden. Dus dat is de context die mij in ieder geval ertoe heeft gezet om na te denken van hoe kunnen we dit anders aanpakken op een manier die dus vanuit de language of the colonized oplossingen formuleert
En die, ja, die concrete strategieën misschien kan aanreiken. Dus dat is eigenlijk ook het doel. En dan zet ik nog even uiteen wat die doelen dan zijn naar aanleiding van de context. 1 is verbinding creëren tussen gemeenschappen van kleur. En daarbij is het belangrijk, wil ik wel benadrukken, dat het niet hoeft te gaan over dat je niet met je eigen gemeenschap bezig mag zijn. Maar ik zie het vooral als een toevoeging op wat je al doet binnen je gemeenschap. Hè? En ik denk dat dat ook een beetje een koloniale narrative is, dat je zou moeten kiezen het een of het ander. Maar vanuit een decoloniale benadering is er juist ruimte voor die beide strategieën die elkaar alleen maar kunnen versterken. Dus zowel binnen je gemeenschap actief zijn als de verbinding leggen met andere gemeenschappen. Daarnaast zie ik ook echt een shift van strijden tegen naar strijden voor. Dus de cancel culture, ja, wat voor culture dat wordt, hè, dat zullen we nog moeten ontdekken, denk ik, met elkaar. Maar strijden voor is een belangrijke vraag, want uiteindelijk is dat hetgene wat je ook gefocust houdt om te blijven gaan in alle uitdagingen die je tegenkomt, hè, binnen dit werk. En strijden voor is dus eigenlijk, nou goed, zoals ik met het concept heb geformuleerd, herstel. En hoe dat herstel eruit kan zien, kom ik zo meteen op. Daarnaast heeft het ook als doel om concrete strategieën te formuleren vanuit een decoloniale filosofie en benadering. En dat betekent dus dat we vanuit de language of the colonized gaan redeneren en oplossingen formuleren die vanuit die kaders en die lens gepositioneerd worden. Oké, wat is dat dan? Herstel. Het is natuurlijk een woord dat zich richt, hè, op eigenlijk een reparatie. Maar de creatieve geest in mij die zag allerlei pijlers die heel mooi vielen onder die letters. En die wil ik even uiteenzetten. Want herstel is dus een framework om na te denken over hoe je tot heling kan komen. En eigenlijk ook tot rechtvaardigheid voor de koloniale schade. Nou, dat begint met herdenking. Herdenking van het leed dat is aangedaan. Herdenking dat gerelateerd is, hè, aan rouwen om het verleden en bezinning. Daarbij stilstaan en daarvan leren. En vanuit dat rouwen dus eigenlijk uiteindelijk ook te komen tot heling of tot een plek geven. Maar dat is natuurlijk een van de uitdagingen waar we nu tegenaan lopen, is hoeveel momenten van herdenking hebben we nou voor koloniale geschiedenis? Komen zo meteen ook nog op, want daar is gelukkig inmiddels een initiatief voor. 2 is erkenning. Erkenning van het onrecht in zowel het verleden als het heden. Dus echt het benoemen en het identificeren van het onrecht. En met het benoemen en identificeren dus ook de erkenning eigenlijk opeisen. Nou, de R staat voor reparatie. Want ja, als je iets erkent wat fout is gegaan, dan moet het natuurlijk ook gecorrigeerd worden. En de correctie zit in het verantwoordelijkheid nemen voor dat onrecht. En je ziet nu al soort van ontwikkelingen, hè, met excuses. Excuses nu voor het slavernijverleden, excuses vanuit nu gemeentes en onlangs ook een bedrijf, ABN AMRO. En vanuit dat idee, hè, als je excuses maakt, dan moet je dat ook rechtzetten. Dus dat is een interessante ontwikkeling wat gaande is. En de vraag is, hoe kunnen we dat op allerlei andere gebieden doortrekken? Omdat koloniale schade natuurlijk op heel veel gebieden heeft plaatsgevonden en plaatsvindt. De S staat voor solidariteit. En dat betekent dat die gemeenschappen die gekoloniseerd zijn ook echt proactiever en explicieter met elkaar gaan verbinden en in solidariteit staan.
En dat is het stukje verbinding, hè, wat ik al eerder aankaartte. Ik denk echt dat we veel meer samen kunnen doen. Waarbij we oog blijven houden voor de diversiteit van onze gemeenschappen en ook de specifieke dynamieken van onze gemeenschappen. Maar we hebben allemaal gemeen dat we geraakt zijn door dat koloniaal project. Dus, en de erfenis raakt ons daarvan. Dus daar, dat is iets wat ons heel erg kan verenigen. En waar we ook solidair met elkaar kunnen staan. De T is voor teruggave. Dit is specifiek ook gericht op de terugkeer van middelen die zijn geroofd. Er is natuurlijk heel veel geplunderd en geroofd. En ja, niet alleen materieel, maar ja, misschien ook interessant om immaterieel te verkennen. Maar ja, hoe zorg je ervoor dat, dat die middelen terugkomen bij de oorspronkelijke communities waar ze toe behoren? De E, tweede E, staat voor eerbetoon. Dat gaat ook heel erg over viering van de voorouders en van de geest van verzet. Heel veel omtrent het koloniaal project is natuurlijk gerelateerd aan pijn en aan trauma. Maar we moeten niet vergeten dat we dat hebben kunnen overwinnen in het verleden door de veerkracht, hè, van onze voorouders. En het is ook van belang, denk ik, om dat te vieren. Zodat we ook de krachten eruit kunnen putten om ook door te gaan. En de L staat voor leren. Leren betekent ook een kritische reflectie op wat we hebben gedaan. Wat zijn nou de lessons learned? Wat zijn onze valkuilen geweest? Hoe kunnen we de volgende keer wellicht dingen anders doen? Zijn we nog alert op de veranderende maatschappelijke context? Zijn de strategieën die we in het verleden hebben gebruikt nog steeds van toepassing en relevant? Of moeten we andere dingen gaan doen en toepassen om de strijd verder te brengen? Dus leren gaat ook heel erg over ja, vooruitgang voor de toekomst. En al die letters bij elkaar staan dus voor herstel. Ja, eigenlijk is vandaag ook de uitnodiging om daar samen wat meer over na te denken. Hoe je hier zelf wellicht ja, invulling al aan geeft. En ik wil heel kort nog inzoomen op de mogelijkheden achter die verschillende letters. En dan gaan we daarna naar twee gastsprekers die ook echt al ja, dingen op die thema's doen. Ik moet er nog even bij vermelden dat het concept en het idee van herstel is om echt aan te sluiten bij de initiatieven die al plaatsvinden. Dus het is niet zo dat mensen iets nieuws moeten doen, hè, om hiermee aan de slag te gaan. Maar het is vooral een framework om dingen bij elkaar te brengen. En dat relateert ook heel erg aan de missie van ARLS. Dat we ja, verbinding brengen tussen verschillende grassroots initiatieven. Zodat we samen ook echt sterker staan. Nou, laten we beginnen even bij herdenking. Ik moest meteen denken aan het initiatief van Reshma Kuksing, die hier ook vandaag is. Dus heel fijn dat je er bent, Reshma. Gisteren vond de landelijke herdenking plaats voor slachtoffers van het Nederlands koloniaal project. Nou, Reshma zal daar zo meteen meer over vertellen en zal ook terugblikken, dus ik zal hier niet te lang bij stilstaan. Maar de kern is dat het krachtige van dit initiatief is dat het eigenlijk alles samenbrengt. Hè? Dus al die verschillende gekoloniseerde gemeenschappen, de viering ook eigenlijk van de spirit van onze voorouders. En eigenlijk het idee dat dit een landelijk initiatief moet zijn, op 3 mei, hè, aan de vooravond van 4 en 5 mei, wat natuurlijk ook nou ja, heel erg koloniaal is ingestoken. Ja, het is een heel krachtig statement, denk ik. Dus ik ben heel erg ja, enthousiast over dit initiatief. En kijk ernaar uit om ook meer van Reshma over te horen. Ja, om met jullie te delen wat het verhaal hierachter is. Erkenning. Nou, een idee voor erkenning kan zijn een campagne voor een formele excuses van de Nederlandse staat voor het koloniaal leed. En dan gaat het ook echt over alle groepen die zijn geraakt. Ik heb hier een aantal uiteengezet. Inheemse genocide in de koloniën, transatlantische slavernij,
En dat vind ik belangrijk om te benoemen, omdat de narrative omtrent excuses nu vooral gericht is op de transatlantische slavernij. Maar er zit dus heel veel leed nog aan verbonden. Wat eigenlijk in die narrative nu onderbelicht is. En ik denk dat ook met herstel dat het belangrijk is om dat met elkaar te verbinden. Hè, zoals de koloniale oorlog in Indonesië hebben we natuurlijk wel meer over gehoord. Maar Aziatische contractarbeid alweer minder. En inheemse genocide is volgens mij al helemaal geen onderdeel van mainstream narrative. Dus ik denk dat we daar ook veel meer samen in kunnen optrekken. Om dus tot een formele excuses te komen of op te eisen van de Nederlandse staat. Reparatie. Nou, dat is een interessante, hè? Want wat willen we dan gerepareerd hebben? Een idee kan zijn een manifest met een programma van eisen voor herstel. Hoe kan zo'n eisenlijst eruit zien? Nou, je hebt verschillende constructies, ook als we kijken naar initiatieven in andere landen. Een constructie is bijvoorbeeld positieve actie, in het Engels affirmative action. De Nederlandse vertaling is, of laat ik zo zeggen, de Nederlandse positionering is positieve discriminatie. Ook weer vind ik een hele koloniale narrative, omdat het eigenlijk negatieve gevoelens oproept voor iets wat vanuit een emancipatieproces een belangrijke bijdrage kan leveren aan gelijke kansen en gelijkwaardigheid. Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, reserveer plekken in organisaties, in raden van bestuur of in andere belangrijke organen voor nazaten van gekoloniseerde gemeenten. Een andere constructie die ik wel eens heb gezien ook is pro bono dienstverlening voor organisaties en ondernemers afkomstig uit gekoloniseerde gemeenschappen. Ik had vorig jaar had ik een Q&A naar aanleiding van de film die ik heb gemaakt. En toen was er een organisatie die een soort van graphic recording deed, dus op een creatieve manier eigenlijk verslag doen van die sessie. En die bood dat pro bono aan vanuit naar aanleiding van Black Lives Matter. Dus dat was voor hen een manier om eigenlijk een stukje hun rol te pakken op een stukje reparatie. Nou, terugkeer van objecten van gekoloniseerde gemeenschappen. Herstelbetaling. En als we het hebben over herstel of herstelbeleid, dan is dat vaak het eerste waar mensen aan denken. Geld. Hè? En dan krijg je zeg maar een financiële vergoeding voor het leed dat is aangedaan. Nou, als je dat echt zou moeten betalen, zou Nederland allang failliet zijn. Dat gaat hem niet worden. Dus het gaat ook vooral om de symbolische waarde erachter. En eigenlijk ook interessant om te verkennen in hoeverre die symbolische vergoeding juist ook geïnvesteerd kan worden in infrastructuur voor gekoloniseerde gemeenschappen. Zoals musea of iets dergelijks. En tot slot herschrijving van geschiedenisboeken. Een nieuwe geschiedschrijving van koloniale geschiedenis zou ook een mooie vorm van reparatie kunnen zijn. Omdat daar natuurlijk heel veel schade wordt aangericht in het onderwijs. En hoe de geesten van mensen worden gevormd. Oké, de S van solidariteit. Wilde ik hier een voorbeeld, een initiatief highlighten wat al in de making is. En dat is een kalender van data die van historisch belang zijn voor gekoloniseerde gemeenschappen. Maar dat is niet zomaar een kalender, het is eigenlijk een app om ingezet te worden voor community organizing. Het kan zijn dat, als je die app opent, dan zie je wat er zoveel jaar geleden op die dag bijvoorbeeld in Haiti heeft plaatsgevonden. Als je als dat een belangrijke dag zou zijn. Wat maakt dat je eigenlijk al collectief een statement kan maken, omdat je in die app de data al beschikbaar hebt. En er is een demootje die ik hier kan laten zien. De Decolonial History App. Ik hoop dat die doet volgens mij. Ja, is dit een demo waar wordt ingelogd. En dan zie je dus een datum. En dan kan je verder door de kalender heen en zien wat er op die dag vanuit een decoloniaal perspectief van belang was. En het idee eigenlijk is dat de gemeenschappen zelf die app gaan vullen met content. Dus op die manier breng je ook weer communities bij elkaar. Je werkt aan educatie, je werkt aan empowerment.
En dit zou eigenlijk een globaal initiatief kunnen zijn. Wat dus heel erg de solidariteit tussen gemeenschappen kan bevorderen. Dan ga ik naar teruggaven. Een idee kan zijn een onderzoeksproject om in kaart te brengen welke objecten zijn gestolen uit de koloniën door de Nederlandse staat en eisen te formuleren voor een traject van teruggaven. Ik weet dat er ook al sommige musea zijn die daar al mee bezig zijn. Maar het is natuurlijk wel interessant om dat meer samen te brengen als een soort van collectief idee in plaats van instituten die dat zelf in hun eigen bubbel misschien doen. Eerbetoon, daar zie ik heel erg een rol voor de kunst. Dus een idee zou kunnen zijn een kunstproject door nazaten van gekoloniseerden om de moed en het verzet van de voorouders te vieren. En ik had hier eigenlijk moeten zetten lering. En dat is bijvoorbeeld via een museum, een decoloniaal museum, waarin het koloniaal project uiteen wordt gezet. En waarin met name de educatie en evenementen centraal staan om mensen mee te nemen in de inzichten en de lessons learned. Dat was herstel en het framework wat ik wilde delen. En ik weet even niet hoe ik zit met de tijd, maar Shihiro zal me daarbij helpen. Als er vragen zijn, hoor ik dat graag. Dank jullie wel. Super. Silent applause. Thanks for het delen. En ik vind het heel spannend dat we hebben hier al een tijdje met RLS een beetje op zitten broeden. En dat we het nu gaan delen met anderen. En dat het kan borrelen en ontwikkelen en kruisbestuiven en projecten die al gaande zijn, ook van horen hoe zij er naar kijken. Dus we hebben voor deze sessie ook eigenlijk twee mensen uitgenodigd die ook inspireren met projecten die zij zijn gestart. Dus voordat we naar de vragenronde gaan, zou ik heel graag Rishma Koopsing het woord willen geven. Initiatiefnemer van 3 mei, een nationale inclusieve herdenking van de Nederlandse geschiedenis. Wat super fijn dat je er vandaag ook bij kan zijn. En eigenlijk ook vers van de pers met gisteren 3 mei. Kan je iets vertellen over je initiatief en hoe, als je zo luistert naar herstel, dat ook resoneert? Ja, ik zal als allereerst danken voor de uitnodiging en ook inhakend op het concept herstel. Ik vind het echt prachtig. Ik denk dat het een heel totaal pakket is van schakels die bij elkaar horen. Uit het een volgt het ander. En ik denk dat het wel een heel compleet verhaal is op deze manier. En dat het ook wel stapsgewijs dat je zo eigenlijk ergens naartoe werkt. Uiteindelijk denk ik, en dat vind ik ook een beetje de spirit van 3 mei, een liefdevol verzoek, naar verbondenheid. Dat is denk ik ook waar herstel, en naar herstel natuurlijk. heel mooi concept. En over de haven. Sorry, ja, de haven van herstel, of haven van herdenking. Ja, voor jezelf, zeg maar. Voor de mensen die nog niet het initiatief kennen. Ja, de herdenking. We hebben gisteren dus op 3 mei een herdenkingsdag georganiseerd voor de gehele Nederlandse koloniale geschiedenis. Dus om eigenlijk de slachtoffers van toen te herdenken. En het idee is om op 3 mei het leed te herdenken wat Nederland aan heeft gedaan aan andere mensen en landen. En op 4 mei het leed te herdenken wat Nederland is aangedaan. En op 5 mei te herdenken, samen zeg maar in verbondenheid de bevrijding te vieren. En onze slogan is erkenning, heling, verbondenheid. En je kan alleen maar met elkaar verbinden als je elkaar ook ziet. Dus dat je, als je de persoon ziet met de geschiedenis erachter,
Dan pas kan je natuurlijk ook echt met elkaar verbinden. Dus dat is ook het idee daarachter. Ja, gisteren hadden we dus voor de tweede keer een herdenking op de Dam. Vorig jaar was het in het klein online, vanwege corona. En dit jaar hadden we vanuit verschillende culturen, of tenminste verschillende gekoloniseerde gemeenschappen, hebben we mensen rituelen laten uitvoeren. Voor de voorouders, maar ook voor ons, omdat we zijn bekend met intergenerationeel trauma, wat inhoudt dat de trauma's die onze voorouders zijn opgelopen, dat die eigenlijk ook voortleven in ons. En omdat de erkenning tot nu toe is uitgebleven van het koloniaal verleden in Nederland, of door Nederland, is ook eigenlijk het helingsproces ook uitgebleven. Dus de collectieve heling moet nog plaatsvinden. En daarom vind ik 3 mei belangrijk, of tenminste daarom heb ik het geïnitieerd. Dankjewel. Ik denk, misschien zijn er ook mensen die er gisteren bij waren of die nu voor het eerst van horen, die zo vast ook vragen hebben hierover. Want het is zo fijn ook om te praten met voorbeelden, want het hele concept van herstel vraagt ook van, ja, voor bevrijding komt verbeelding. En het samenbrengen van mensen met een helende visie, met een helende blik en ook waar je het over hebt, over onze gemeenschappen en intergenerationele trauma en de noodzaak voor heling en ook de rituelen en alles wat je ook hebt uitgenodigd op de Dam om vanuit dat vertrekpunt met dat eerbetoon ook, het is herdenken en eerbetoon, is zeker heel inspirerend. En ik denk elk jaar gaat dit groeien. En gaat dit diepere zaadjes planten. En ik hoop zo nog wat verder terug te komen als we met z'n drieën en de anderen in gesprek gaan met een Q&A. Maar we hebben nog iemand uitgenodigd die ook bezig is met een inspirerend project. Rishen Koch is bezig eigenlijk in de beginfase van een filmproject. Zou je daar iets over kunnen vertellen wat je visie is en hoe dat raakt aan misschien herstel? Natuurlijk. Dankjewel, Shiro, voor je inleiding daarvan ook. Kort even over het initiatief. Dus we noemen het voor nu even een filmproject. Maar we zien of het een documentaire wordt of een film of wat het dan ook wordt. Het idee eigenlijk waar ik ooit mee begon is, de titel was Ons Nederland, de wrijving die tot glans zou leiden. En het idee erachter is eigenlijk dat, en dit verhaal slaat voornamelijk op, het is eigenlijk in eerste instantie geschreven vanuit de nakomelingen van de gastarbeiders. Dat ben ik zelf. Dus dan is het makkelijk om van daaruit te vertrekken, zeg maar. En het idee erachter is eigenlijk dat voor heel lang onze voorouders, nu alweer 3 generaties terug, te gast waren en zichzelf die rol ook aanmeten. En dat ze eigenlijk dat ze het moesten doen met hetgeen wat ze kregen. Maar dat ze daardoor ook eigenlijk niet de wrijving opzochten met de Nederlanders hier in Nederland. En dat heeft denk ik voor heel erg lang heeft dat ertoe geleid dat er eigenlijk als het ware 2 werelden zijn ontstaan. En nu na Black Lives Matter, maar natuurlijk ook daarvoor, en het zal in de toekomst steeds meer en meer worden, zie je eigenlijk dat er een generatie opstaat die echt die wrijving opzoekt, die schuring echt opzoekt, die zegt van nee, je kan het oncomfortabel vinden zoveel als dat je wilt, maar dit gesprek gaan we voeren. En we gaan die nieuwe identiteit, die gaan we vormen. En ik denk dat mijn project samen met Ismail Ilgun, en we zijn aan het kijken waar dat dan precies uit zal gaan pakken en hoe dat dan gaat worden. Maar dat slaat denk ik voornamelijk op solidariteit. Want hetgeen waar ik zelf heel erg mee zat, is dat ik niet de koert wou zijn die dan vervolgens het verhaal van alleen de gastarbeiders uit Turkije en Koerdistan ging lopen vertellen. Want het is natuurlijk veel breder dan dat. En de trend die we zien, die is ook veel breder gedragen. Ik kan als Koerd, 15.000 kilometer verwijderd zijn van Suriname. Maar als ik met mijn Surinaamse broeders en zusters
in Nederland gesprekken voer, dan weten we elkaar precies te vinden. Dan hoeven we niet al te veel woorden vies te maken aan hetzelfde gevoel. En hoe leg je dat uit? Hoe stop je dat in eenzelfde, in één project? En dat is natuurlijk hartstikke complex. Want ik werd bijvoorbeeld al opgewezen tijdens het schrijven van dit programmaplan door Pravini, dat ze zei van ja, je moet je wel goed realiseren dat het verhaal van Surinamers totaal anders is. Want de reden of onze connectie met Nederland, die gaat allereerst verder terug, maar is ook van een andere aard. En toch is er iets, als Pravin en ik samen met elkaar in de auto zitten, dat we dus wederom niet al te veel woorden vies hoeven te maken aan hetzelfde gevoel. En ik heb daar veel over nagedacht. En ik denk dat als het gaat om het herstel, hè, dus zoals Pravin dat net uitlegde, dat het bij mij voornamelijk op solidariteit uitkomt. En ik denk dat solidariteit, en daar heb ik dan een voorbeeld voor om dan mee af te sluiten. Solidariteit gaat erom dat je in de mede-ander jezelf kunt zien. Dus daar waar je iemand tegenover je hebt waarvan je weet dat die ook de ander is gemaakt, dat je daar jezelf in weet te herkennen. En een voorbeeld daarvan is eigenlijk dat hoe ver onze geografisch gezien onze culturen ook van elkaar verschillen, of ja, dus op afstand van elkaar liggen, dat er herkenningspunten zijn. En een voorbeeld daarvan is dat ik heb een Surinaamse collega bij ons op kantoor. En wij in Koerdistan, de mannen dragen een sjal. En dat is eigenlijk een heel erg lang stof van zeg 8 meter. En die wikkel je om je middel. En de reden dat ze dat van oudsher deden is eigenlijk omdat het arbeid wat ze leverden was zo zwaar voor de rug. Dat dat doek kracht gaf. Dat zorgde ervoor dat ze minder snel door hun rug zouden zakken. En de Surinaamse collega van mij die zag dat. En die heeft mij onder het werken, ik denk 1,5 uur bijgepraat over het feit dat Surinaamse vrouwen eenzelfde soort traditie hebben. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met solidariteit. Het gaat er ook om dat je bij elkaars demonstratie staat. En het gaat er ook om dat je elkaars vraagstukken benoemt daar waar je dat kunt. Dus als ik spreek over decolonisatie, dan spreek ik net zo hard over Palestina, Koerdistan, maar ook over de Molukken en over Suriname. Hoe ver dat ook van elkaar vandaan mag liggen. Maar het gaat er ook om dat je in die kleine uitingen die je ooit collectief als de ander heeft gemaakt, dat je daar de herkenning in weet te vinden bij elkaar. Ik denk dat het beste aansluit op wat Pravini allemaal uitlegde net. Dankjewel voor het delen. En er gaat zoveel door me heen. Ik moet meteen ook denken bij solidariteit. Ik heb vorig jaar deelgenomen aan een serie, een hele reeks over solidariteit. En ik ging me steeds meer afvragen, wat betekent het nou eigenlijk? En ik ben dan iemand die heel erg houdt van woorden opzoeken, omdat iedereen had hele andere definities. En toen kwam ik op, zeg maar, de oorsprong van het woord. Solide, en dat verwijst terug naar solide. Dus zeg maar dat het eigenlijk uit één stuk bestaat, dat je er geen wieg tussen kan drijven. Dus het hele koloniale verdeel en heers kan niet wanneer er solidariteit is. En dat weten we ook wel van, maar nu in de 21ste eeuw wordt solidariteit soms verward met een zwart vierkantje op je Instagram zetten. En niet echt vanuit relatie, vanuit relatie handelen van ik laat je niet barsten, ook al zit ik misschien niet in precies dezelfde situatie, wij zijn één. Ik voel jouw pijn, jij voelt mijn pijn. We zijn samen voor een bevrijding. Dus dat moest ik heel even ook delen toen ik je hoorde. En ik ben heel erg benieuwd wat alle mensen die hier vanavond aangeschoven zijn, nu ze dit allemaal zo hebben gehoord, de introductie van Pravini en de twee mooie voorbeelden. Ja, wat er voor vragen misschien wel boven borrelen. Kan verhelderende vragen zijn, maar kan ook ja, een iets delen wat bij je boven is gekomen. Dus je mag jezelf unmuten en spreken. Als je dat onvertaalbaar bij voelt, mag je ook in de chat je vraag stellen en dan lees ik hem voor. Het is heel erg fijn om met jullie vragen nog wat meer te verdiepen in wat het ook zou kunnen betekenen in ons activistische landschap.
Ik heb wel een vraag. Ik kan best een vraag stellen. Het concept, zeg maar ook de acroniem herstel in het algemeen, is natuurlijk gebaseerd op een Nederlands woord en ook gewoon op Nederlandse dingen. Dus ik bedacht me net even, is het zeg maar ook een bewuste keuze om het vooralsnog in ieder geval zeg maar echt op Nederland te focussen? Of is dat gewoon zo gekomen? Ja, thanks Maup voor die vraag. Ik ben inderdaad begonnen vanuit de Nederlandse context. Ook gewoon omdat dat de context is die ik het beste ken. Als iemand die is geboren en getogen in Nederland. Maar ik denk wel, en dat is ook iets wat we vanuit ALS belangrijk vinden. En ik weet trouwens niet of Shiro dat even noemt, maar ik ben dus ook onderdeel van ALS. Dus ik ben niet alleen spreker, maar ook... Dus daarom dat ik het op die manier benoem. Onderdeel, je bent lichter, hallo. Ja, precies. wat we dus ook hebben besproken is... Voor ALS is internationale solidariteit heel belangrijk. Hè? Met name met de Global South. Want wij zijn onderdeel van de Global North. Hebben daarmee ook bepaalde privileges... die onze broeders en zusters in het globale zuiden niet hebben. En herstel zou voor hen nog belangrijker zijn, hè, dan voor ons. Zeg maar in het hol van de leeuw zit, om maar zo te zeggen. Dus in die zin is het inderdaad belangrijk om wel internationaal georiënteerd te zijn. Dat gezegd hebbende, zou er voor ons geen reden moeten zijn om dan bijvoorbeeld dan het maar Engels te maken. Hè? We hebben het ook weer gehad over taal, van goh, in welke talen kan je dit dan vertalen? En dan zal de acroniem verloren gaan waarschijnlijk. Maar ja, de pijlers blijven natuurlijk staan. Dus dat is iets wat per context zijn weg zal vinden, denk ik. En ik denk eigenlijk ook dat dit precies het voorbeeld is van wat ik bedoelde met... Je kunt vanuit je eigen gemeenschap beginnen. En hè, vanuit je eigen gemeenschap ontwikkel je dan concepten. En vervolgens ga je met andere communities kijken, goh, wat kan je hiervan meenemen? Wat kunnen wij van jou misschien leren en op die manier samenwerken? En dan is de vertaalslag een belangrijk middel om elkaar te vinden. Maar dat betekent niet dat we een soort van universele formule moeten gaan bedenken, weet je wel, die dan op alle contexten van toepassing is. Want dat zou... geen recht doen aan de diversiteit. En dat is precies wat het koloniaal project heeft gedaan. Hè? Om alles homogeen te maken. Dus ik zou er echt voor waken dat wij niet in diezelfde valkuil vallen. Ja, met ALS zeggen we vaak, of halen we vaak het Zapatista-spreuk aan. We are fighting for a world where many worlds fit. Ja, dat gezegd hebbende, we halen ook heel vaak inspiratie van strijd van ver weg. En is ook heel erg belangrijk om hier in de Nederlandse context zowel taal te ontwikkelen of gemeenschap te ontwikkelen. En niet alleen maar naar de VS of naar Mexico of te kijken. Dus dat vind ik ook heel krachtig van ja, jouw werk altijd, Previni, dat je... Dit hebben we natuurlijk samen ontwikkeld, maar jij hebt het ontwikkeld. Je hebt de visie ontwikkeld. En nu is het eigenlijk aan een gemeenschap om het te ontwikkelen tot een meer een paraplu in al onze praktijk. En daarvoor hebben we aan het begin van deze sessie in de aankondiging ook aangegeven. Dit is niet om mensen nog meer werk te geven op alle organizing die ze doen, maar eigenlijk... Een visieleidraad mee te geven voor het werk wat ze al doen. En nog meer verbindend en helend ook te werken. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of er mensen zijn in deze ruimte die vanuit wat zij doen ook vragen hebben hierover misschien. Ja, ik kan ook wel een
eerste reactie geven. Gewoon even, dit is gewoon eventjes out of, weet je, gewoon à la improv. maar ik zal even toelichten ook waar dat dan vandaan komt, mijn reactie. Maar dat komt vanuit het project Control-Alt-Identity. Waarvan ik dan initiatiefnemer ben, maar inmiddels ook is uitgegroeid tot een project wat in verschillende vormen aan het terugkomen is. Het doel is dat het gaat over de emancipatie van vrouwen van kleur in de Nederlandse samenleving. De manier waarop, dus die hoe-vraag, die zo belangrijk is in het proces van decoloniseren. Daar ben ik gaandeweg constant mee in de weer geweest. Van, ja, maar hoe dan? Weet je, als je ergens uitgenodigd wordt om te spreken over het project, ja, maar hoe dan? Op wat voor manier en in welke vorm zou dat dan het beste tot zijn recht kunnen komen? En als ik het zo hoor in het raamwerk van herstel, dan zie ik heel veel aansluitingen met wat het project ook al doet. Dus in die zin denk ik ook dat het een heel mooi raamwerk is en een paraplu, maar ook een soort van helikopterview eigenlijk weergeeft van op het moment van, ja, maar waar ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig? Dat het altijd wel iets kan zijn waar je even op terug kan grijpen van, om overzicht te krijgen binnen wat voor soort onderwerp zou dat nou eigenlijk kunnen zijn. En hoe ik het acroniem, de verschillende letters ook zie, is van het is niet opeenvolgend op elkaar, maar het bestaat gewoon in verschillende lagen met elkaar op verschillende niveaus. En het zou misschien zelfs nog eens interessant kunnen zijn om daar een soort van matrixje van te maken aan de hand van een voorbeeld van een project wat hier ook aansluiting in ziet. Zodat je ook de gelaagdheid kan zien van dit framework. Ik denk ook van, even denken hoor, ik heb hier wat dingetjes geschreven, dat het ook echt een mooie tool kan zijn voor dat rehumaniseren van de mensen in het verleden. Die hebben gestreden, die hebben geleden. Dus dat echt wel een heel belangrijk onderliggend basis is. Maar dat het ook helpt met het reconnecten. En wat je zegt, als het gaat bijvoorbeeld over teruggaven van middelen die zijn geroofd en de discussies die er zijn met de musea. Ik zit zelf meer in de dans en denk van ja, musea en dans en die connecties, hoe dat nu gebeurt in de praktijk, lijkt het erop, weet je, dat musea wel wat actiever bezig zijn met het onderwerp. Ik ben er zelf voor de rest geen expert, dus ik weet ook niet hoe het zit met de stand van zaken. Maar ja, als je die connectie dan zou leggen met dans, of bijvoorbeeld met bepaalde kledingstukken die in dansen zijn voorgekomen en misschien wel in musea zitten. En dan denk ik van, goed, weet je, daar zou zo'n T mooi in kunnen. En zo heb ik voor elke letter wel dingetjes waarvan ik denk van, ja, daar zie ik wel dingen. En ik vond het ook heel mooi, Pravini, dat je zei, eerbetoon en dat met kunst dan, want dat was wel een van de vragen die ik dan ook had, van mijn vraag constant met decoloniseren is van hoe zit dat met het verbeelden van hoe iets was wat kapot is gemaakt en wat is vernietigd, en hoe zou ik dat dan vanuit mijn kunst een nieuwe verbeelding kunnen geven voor die toekomst, van hoe het ook anders kan. En, maar in hoeverre is die nieuwe verbeelding van mij gekoloniseerd? en in hoeverre is het idee wat ik heb van wat het verleden was, wat toekomt, in hoeverre is dat eigenlijk geromantiseerd en ook gekoloniseerd? En ik denk dat een van de vragen is wat dat bij me oproept. Ja. Ik wilde eigenlijk dat ook precies checken bij Pravini. Pravini, hoe ga jij daarmee om? Dat zijn hele echte vragen. Ja, nee, zeker. En sowieso dankjewel ook voor je reflecties, Anima. En ook
ja, weet je, je bent echt on point als het gaat om die reflectie, meerdere reflecties hoor, maar met name ook die laatste van, goh, in hoeverre romantiseren we het verleden, hè? En hebben we ook de verbeelding om zowel te bedenken hoe het verleden eruit heeft gezien en ook ja, wat we daarvan kunnen leren voor de toekomst. En ik denk dat we daar ook gewoon inderdaad eerlijk over moeten zijn, dat dit soort processen er zijn en dat het ook niet erg is. Hè? Ik denk ook niet dat we van onszelf moeten verwachten dat we een soort van helemaal gedecoloniseerd dit soort processen kunnen vormgeven als we zelf in een koloniale wereld zijn opgegroeid. Dus volgens mij moeten we in die zin ook niet dat van onszelf verwachten en die lat op die manier leggen. Maar het is goed dat die vraag op tafel ligt, hè? Want het houdt ons scherp. En ik denk dat we dat daarin het ook zo belangrijk is dat we de verbinding met elkaar opzoeken. Want ik denk dat we elkaar wel scherp kunnen houden. Hè? Ik bedoel, Roushen geeft net zo'n mooi voorbeeld over hoe hij die verbindingen ziet tussen die verschillende culturen. Als je ja, met elkaar praat, hè, over wat er nou schuil gaat achter bepaalde tradities of bepaalde gebruiken. En ik denk dat, dat we vooral moeten roeien met de riemen die we hebben. En ook mogen vertrouwen op de zuivere intenties die we zelf hebben. Hè. En dat als wij het gevoel hebben, dit is het juiste om te doen en dit voelt goed. En dit is voor ons een manier om de ancestors te eren en de volgende generatie, ja, ook voor te bereiden op werk dat gedaan moet worden. Omdat we de vraagstukken niet binnen één generatie zullen oplossen. Dan is dat voor mij in ieder geval voldoende om verder te kunnen gaan, weet je wel. Dus, en nogmaals, want ik bedoel, ik ken jouw project natuurlijk. Ik ben zo onder de indruk van, weet je, wat jij en ook wat andere creatievelingen neerzetten. Gewoon omdat we geloven in onze kracht. En ik denk als je het hebt over de verbeelding, dan gaat het volgens mij in het verleden gaat het niet eens om wat onze voorouders hebben gedaan, maar de spirit van het zelfvertrouwen, de spirit van het verzet, de spirit van de intergenerational approach. En volgens mij als we dat eren, dan vinden we de oplossingen die nodig zijn voor onze context. Ja, want ook de oplossingen van het verleden, wat ik al in het begin zei, die zullen vandaag gewoon niet meer werken. Als wij opgegroeid zijn in een natiestaat, dan zullen de oplossingen voor de natiestaat niet werken, want dat is niet de realiteit waarin we nu leven. Hè, dus moeten we binnen onze context ook weer gaan nadenken over wat werkt. Wel natuurlijk met inspiratie uit het verleden, maar ja, zo probeer ik zelf zeg maar te navigeren tussen dat wat is geweest en wat had kunnen zijn. En nou, waar werken we zelf naartoe? Hè? En wat hopen we voor onze kinderen en kleinkinderen? Ja, dankjewel. En dankjewel ook voor het delen van de compassion of the ongoing journey. En dat dat op elk moment van de tijd er ook weer anders uit gaat zien. En moet denken aan een quote van Malcolm X, die ook zegt van never forget. Ik parafraseer het niet helemaal woord voor woord, maar never forget where you were 2 years ago. Als je met iemand anders praat, die misschien een medestander met issues is, van jij hebt ook een leertraject gehad en hij heeft ook een rough youth gehad met verschillende zijpaden en alles. En vergeet nooit, ja, dat we allemaal lifelong learning doen. Daar moet ik dan ook aan denken. We zijn al een tijdje aan het woord. Het lijkt me een heel mooi moment om met de Decolonial Learning Sessions hebben we altijd een moment van breakout rooms, waarin we gewoon heel klein persoonlijk delen van hoe het materiaal wat besproken is bij onszelf binnenkomt. Ik zet nu even in de chat het herstelpijlers nog een keertje, want ik kan me voorstellen dat je nog niet allemaal hebt geïnternaliseerd. Dus die zet ik nu in de chat. En daarbij zet ik ook een paar vragen
die misschien kunnen helpen in je gesprek. Wat doe je zelf eigenlijk al op deze pijlers? Waar zou je wel meer actief op willen worden? En wat zou voor jou een next step kunnen zijn? En willen je graag uitnodigen om dat gewoon te doen in een kleine setting. Dus met dank van Maup zullen we zo breakout rooms ingaan voor ongeveer 10 minuten. Welkom terug iedereen. Ik hoop dat jullie mooie gesprekken hebben gehad met elkaar en over het onderwerp. En het zou heel erg tof zijn om nog heel even van de groep te horen, van jou te horen. Of jij al wat doet op deze pijlers of er misschien een vraag is. Wat is er voor nodig om actief te worden? Dus die vraag ga ik gewoon aan jou stellen. En wees niet voorzichtig. Doe gewoon je geluid aan en deel wat je wilt delen. En als mensen op dit moment eigenlijk denken, ik ben hier gewoon lekker om te luisteren en ik hoef niet nog meer plenair te delen, dan ga ik denk nog even een vraag stellen aan Bedwini ook over hoe je zelf nadenkt over hoe dit een tool kan zijn voor coalitiebouw. Dus we hebben het gehad over wat houdt het in. Maar nu moving forward, als RLS willen we het ook eigenlijk zelf meer gaan implementeren in ons werk. Dat is een proces. Kan je iets delen over jouw visie daarop? Ja, dankjewel Shiro. Dat is inderdaad nu iets waar we aan het uitvogelen zijn. Hè? Ik bedoel, dit framework is inderdaad een visie. En een van de belangrijkste stappen die we in ieder geval vanuit RLS hebben gezet, is dat het een framework is voor coalitiebouw. Hè? Dus dat het niet iets is van RLS, maar dat het iets is wat door activisten en communities gedragen kan worden. Wat ons scherp houdt voor waar we voor strijden. Ik zit zelf ook heel erg te kijken van welke pijlers voel ik me bijvoorbeeld het meest geroepen toe. Want het is inderdaad wat Anima ook zei, hè? Het is gelaagd, het is in verbinding met elkaar. Het is niet dat als je met het een bezig bent, je niet met het ander bezig bent. Hè? Dus in die zin denk ik ook dat de initiatieven van Rushen en Rishma dat ook mooi hebben geïllustreerd. Ik hoop zelf dat we continu in gesprek kunnen blijven met elkaar, dat we elkaar kunnen vinden. En ik ben ook heel erg benieuwd als er mensen zijn die misschien daar ook iets over willen delen van, goh, wat zou voor jou nou fijn zijn met betrekking tot herstel? Waar ligt jullie behoefte als je hiermee aan de slag zou willen? Dat is iets waar ik in ieder geval ook wel benieuwd naar ben, zodat wij ook kunnen kijken vanuit RLS hoe we daar wellicht in kunnen ondersteunen of een rol in kunnen pakken. Zodat we echt die grassroots initiatieven kunnen versterken. Dat we een versterkende rol kunnen spelen daarin. Ja. En hoe, dus zouden, niet, ja. hoe ja. zouden mensen, behalve nu in deze live sessie, als ze later terugkijken, hoe zouden mensen contact op kunnen nemen met RLS? Yes, wij zijn sowieso te vinden via de socials, dus op Facebook en op Instagram. Misschien kan Shiro sowieso de linkjes in de chat droppen voor de mensen die hier al zijn, of Maup. Op YouTube zijn natuurlijk de Decolonial Learning Sessions te vinden. En weet ook dat de mensen die betrokken zijn bij RLS, voel je ook vrij gewoon om ons te contacten via social media.
En ja, kijken altijd of we iets kunnen betekenen. Misschien voor de beweging. Ja. E-mailadres, die heb ik net in de chat gedropt. Dus dat is stichtingarles@gmail.com. Kan gewoon zijn dat je morgen over straat loopt en denkt, oh, misschien past dat mooi met dat. En ik weet wel dat het dat tof zou zijn met die. Een groot deel van activisme is ook gewoon het kunnen verbeelden van iets anders. Maar soms weet je ook niet dat het iets nog veel groter wordt dan je überhaupt kan overzien. We hadden het net in onze breakout over dat 3 mei. Dat we nu al denken, maar natuurlijk gaat dat een grote nationale... gaat dat landen? Dat kunnen we al helemaal voor ons zien. Kan je misschien afsluiten met iets over je eigen organizing? Zowel iets van je visie, maar ook dingen die je niet had kunnen overzien. Ja, we hadden het inderdaad net erover. Dat je soms met dingen bezig bent. Hè? En ja, je weet wel, zeg maar, in ieder geval de korte termijn waar je het voor doet. Maar soms kan je gewoon niet voorzien wat de lange termijn impact kan zijn. Ik vertelde net over die Tittery moet opstaan campagne. Die Shihiro ook aan het begin kort had toegedicht. Dat was dus een campagne gericht op het bewerkstelligen van een standbeeld van de Indonesiaanse verzetstrijder Gianni Tittery. En die campagne, dat is wel iets waar ik altijd heel bewust mee bezig ben. De campagne was niet het doel, maar het was een middel. Dus het beoogde eindresultaat was een standbeeld. Maar dat standbeeld was een middel om specifiek de Hindoestaanse gemeenschap mee te nemen in decoloniale perspectieven, mee te nemen in die geschiedenis van verzet en mee te nemen in en te activeren op het thema decolonisatie en empowerment. En dat deden we middels een crowdfunding campagne, want we hadden geld ingezameld. Maar dat deden we ook met evenementen en activiteiten om geld in te zamelen en om het verhaal van Tittery en het bredere verhaal van Hindoestaans verzet te delen. En in een van die initiatieven kwam ik een jongen tegen die contact met me bleef houden. En ja, ook zelf heel erg bezig was met het thema. Niet per se volgens mij heel erg activistisch, maar wel solidair. Voor zover ik dat weet. En jaren later, sinds dat standbeeld, zie ik in de media berichten verschijnen dat in Amsterdam een straatnaam wordt vernoemd naar Tittery. En ook in Rotterdam een straatnaam. Nou, sowieso dacht ik, oh my god, er wordt gewoon een steestraat in Nederland vernoemd naar haar. Hoe tof is dat? En die van Amsterdam, daar had ik wel een idee van, hè? Ik bedoel, vanuit welke kringen dat idee zou zijn gekomen. En Rotterdam kon ik gewoon niet plaatsen van, hè? Hoe weten ze in Rotterdam nu van Tittery? En toen nam die ene jongen contact met mij op van, ja, het is gelukt. En ik zei, oh, zat jij daarachter? En toen vertelde hij dus van, ja, want in Rotterdam was er een oproep voor, hey, we zijn bezig met nieuwe straatnamen en die willen we in het teken zetten van verzet. Als je nog een naam hebt uit de koloniale geschiedenis die jij belangrijk vindt, laat het weten. En toen had hij dus de naam van Tittery aangedragen. En die is dus overgenomen. En toen dacht ik, wauw, dit is dus het verschil wat één persoon kan maken. En of laat ik het zo zeggen, dit is dus de rol die je kunt pakken, want uiteindelijk is het natuurlijk een collectieve effort. Maar dat zo'n jongen door dat proces van de Tittery moet opstaan campagne, hè, van bewustwording en ook de vraag die hij zichzelf stelt, wat kan ik nou doen? Hoe kan ik hier nou bijdragen? Nou, ik kan in ieder geval die naam aandragen. Nou, dat wel leidt tot een straatnaam, wat vervolgens het collectief geheugen van iedereen beïnvloedt. En dat vind ik zo leuk en zo mooi aan community organizing. Het is echt de community. Hè? Ik bedoel, ik heb misschien een visie vandaag gedeeld. Maar die visie betekent niet zoveel als er geen praktische invulling aan wordt gegeven. Als er geen andere mensen zijn die
hè, die daaraan bijdragen om het verder te ontwikkelen, et cetera. Dus dat community aspect is zo belangrijk om het uiteindelijk te laten landen en dat het ook gedragen wordt. En dan zie je dus ja, wat de impact kan zijn. En dat had ik nooit voorzien toen ik die oproep voor Tittery moet opstaan deed. Dus ja, soms gaan dingen gewoon hun eigen weg. Moet je daar ook op vertrouwen dat het zijn weg wel zal vinden. Dankjewel voor die aanmoediging. Ik heb het gevoel dat we elkaar niet genoeg aanmoedigen. We moeten alleen maar bezig zijn met de verandering maken. En we moeten soms ook even stilstaan, over onze schouder kijken en elkaar vieren. En ook vieren dat we ook echt magie maken samen. En dat dat groter is dan het individu. En dat is ook elke keer weer om terug op te komen van, ja, collectief kan je dingen doen die je als individu niet kan doen. En daarin is jouw werk ook super inspirerend. Ik ga toe naar een afsluiting, maar ik wil nog heel even terugkomen bij Rushen. Zijn er manieren waarop de gemeenschap jou kan bijstaan, helpen, volgen? Is er iets wat je nog zou willen delen? Er is meer wat ik van de gemeenschap kan leren dan de gemeenschap van mij. Dus er is op dit moment niet heel veel waar ik voel me niet geroepen om de gemeenschap daarin te adviseren. Behalve dan dat ik denk dat er... We zijn op een uniek moment in de geschiedenis met z'n allen. Dat moet gerealiseerd worden. We zijn op een unieke plek met z'n allen in Nederland. Dus iets waar ik ongelooflijk veel trots uit haal, is dat ik in staat ben als Koerdische Nederlander om verbintenis te voelen met werelddelen waar mijn voorouders geen weet van hadden. Dus los van het feit dat ik mijn voorouders eer en dat ik dagelijks voor ze bid, zijn er ook punten waarop ik mezelf beter vind dan hen. En dat klinkt super gek om te zeggen, want het klinkt knijter arrogant. Maar het gaat erom dat we leven in een tijd en op een plek waar we verbintenis kunnen leggen met culturen en mensen. Dat is 50, 60, 70, 80 jaar, 100 jaar geleden had niemand dat zich kunnen indenken. Wie van jullie voorouders had zich ingedacht dat hun nazaten in een globalistische decoloniale strijd zouden belanden? Ik bedoel, als je dat tegen ze had gezegd, dan was dat al de accomplishment, zeg maar. En dat is wel waar we staan in Nederland. Dat is wel wat we hebben. En ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Ik denk dat er zoveel is wat we kunnen doen. Ik denk dat we ook een gemeenschap in Nederland kunnen creëren. Kunnen hervormgeven met z'n allen. Als we maar bereid zijn om naar elkaar te kijken als broeders en zusters. Om niet de verschillen in elkaar naar boven te roepen. Om niet altijd maar de lastige vraag omwille van objectiviteit en omwille van journalistieke correctheid. Soms is het ook gewoon goed om elkaar gewoon te benaderen op de makkelijkste manier die je uitkomt. Zoals het water dat ook zou doen. Dus dat is denk ik het enige wat ik zou willen meegeven. Heel mooi, heel mooi. En als iemand de devil's advocate wil spelen als journalist of als whatever, dan vraag ik ook altijd waarom. Why would you want to be the devil's advocate? Weet je, waarom niet het andere pad en kiezen voor die verbinding en herstel? Ik hoop dat dit voor iedereen een sessie is geweest waarin ze ook weer heel even bij zichzelf hebben kunnen voelen wat voor visies ze zelf misschien bij herstel hebben en wat er nog meer mogelijk is. Het was voor mij in ieder geval een heel inspirerende sessie. Ik denk dat op het thema wat Pravini ook aansnijdt over strijden voor. En een ander ding wat de media heel vaak doet, is alleen maar activisten beschrijven als herrieroepers. Of herriemakers, schreeuwers, mensen die tegen zijn. En natuurlijk zijn we tegen heel veel dingen. Maar dat is ook omdat we voor heel veel dingen zijn.
En dat wordt meestal weggelaten. En we kunnen het niet toelaten dat dat wordt weggelaten. En zoals Brevini dat ook heel mooi... Ja, daar zit onze kracht. Dus ik hoop dat iedereen uitgenodigd voelt om in zijn kracht te opereren. En daarin ook vooral de samenwerking met elkaar op te zoeken. Ik hoop dat jullie mooie gesprekken hebben gehad in de breakout room. En met één persoon of twee personen ook verder contact voelen. En we zien jullie uiteraard natuurlijk heel graag weer volgende maand. Ik wil daarbij zeggen dat we altijd deze sessies gratis aanbieden, zodat die voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is. Maar RLS heeft wel altijd een donatieoptie, ook zodat we nog meer decolonisatiewerk kunnen doen. Soms ook internationale sprekers uit het globale zuiden kunnen uitnodigen en die ook kunnen vergoeden. Op de website is een donatielink, ook onze nieuwsbrief. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief, daarin hoor je nog meer, zowel van de decoloniale activiteiten die RLS organiseert, maar we doen ook shout-outs naar anderen. Dus ben jij bezig met een decoloniaal project en kan het een shout-out gebruiken? Huiver dan ook niet om gewoon een mailtje te sturen. En laten we samen herstellen. Dankjewel.